Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video. En vandaag ga ik iets testen. Ik dacht, misschien is dat wel leuk. Heel veel mensen zeggen, je bent best wel dom. Dus gaan we een testje doen op de computer, hoe dom ik nou eigenlijk wel ben. Dus dat wordt leuk. Ik zie jullie dus na de intro. Nou mensen, ik loop even naar mijn bureau en dan gaan we het gewoon testen. Holy kwakkemoly. Doe een test. We gaan een test doen mensen. Ik hoop niet dat het shitty is, dus dat het helemaal niet werkt. Je kauwgom is wel eens uit je mond gevallen terwijl je aan het praten was. Ja, eigenlijk wel. We gaan ook gewoon lekkere domme antwoorden geven. Dat vind ik wel leuk. Je kauwgom is wel eens uit je mond gevallen terwijl je niet aan het praten was. Ook wel een keer. Holy fuck. Je bent wel eens tegen een glazen deur, een hoordeur aangelopen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dat doet elk mens wel. Ik begrijp, ja. Nou ja, laat maar. Je bent wel eens uit een bewegend voertuig gesprongen. Nee. Zo dom ben ik dan ook weer niet, mensen. Het is wel eens gebeurd dat je aan iets grappigs dacht en moest lachen. En dat iedereen je raar aankeek. Ja, dat is heel vaak gebeurd. Dan vind ik mijn grapjes zo leuk. En ja, dan is het gewoon echt zwaar kloten, dat grapje. Nee, dat is bij mij wel gebeurd. Je bent wel eens tegen een plant of een boom aangelopen. Ja, dit zijn echt van die dingen wat mensen gewoon, echt gewone mensen ook gewoon weten, weet je. Oh, mijn video is geüpload. Helemaal mooi. Nou, dat is leuk om te weten, toch? Je weet dat het mogelijk... Wacht even. Je weet dat het mogelijk is om je elleboog te likken. Zeker, dat is mogelijk. Dat doe ik soms ook. Zie je? Oh my god, oh. Je hebt geprobeerd om aan je elleboog te likken. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, maar... Ja, dat heb ik er net wel geprobeerd, ja. Je wist niet dat het alfabet Twinkle Twinkle Little Star hetzelfde ritme is. Ja, dat weet ik wel, denk ik. Je hebt zojuist geprobeerd ze te zingen. Oh, fuck. Nee. Eigenlijk wel, ja. Ja. Shit, dit gaat echt te ver, deze vragen. Deze vragen gaan echt te ver. Je bent wel eens over je veter gestruikeld en vallen. Ja. Je hebt wel eens gestikt in je eigen spuug. Ja. Je hebt... de Matrix gezien en je snapt hem nog steeds niet. Ja, je hebt de Matrix nog nooit gezien. Nee. Oh my god, ik heb de Matrix wel gezien trouwens. Oké, je typt met maar twee vingers. Nee, typ ik niet. Je hebt ooit per ongeluk in de fik gestoken. Je hebt ooit per ongeluk iets in de fik gestoken. Ja, ook met opzet op mijn school. Want ik was een beetje boos op de juf. En ja, toen had ik dus een schuurtje in de fik gestoken. Je hebt geprobeerd door een rijtje te drinken. Maar drinken kwam je neus en je ogen uit. Ja, heb ik ook gedaan. Je hebt overdag gekweld. Nee, dat deed ik vroeger altijd toen ik een kindje was. Je bent in slaap gevallen tijdens les. Heel vaak, dat doe ik, sorry, heel vaak... Jullie moeten gewoon echt blijven leren. Maar ik heb dat wel gedaan. Als iemand de scheet laat, zegt, moet je lachen? Nee. Je stopt soms zomaar met denken. Ja, soms wel, ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het gebeurt je dat je verhaal aan het vertellen bent. En dat je ineens vergeet waar je het over had. Ja, dat is echt iets wat ik echt wel doe, zeg maar. Mensen schudden vaak hun hoofd en lopen van je weg. Nee. Men zegt vaak tegen je dat je stem van binnen moet gebruiken. Ja, soms wel. Als ik moet lezen, zegt iedereen, wil je stil lezen? Maar ik lees altijd best wel hardop. Ja. Je gebruikt je vingers voor simpele rekensommetjes. Zeker. Dat doe ik zo. 1, 2, 3. Weet je wel. Je hebt wel eens insecten gegeten. Ja,
springkanen was niet lekker. Je bent deze test aan het doen terwijl je eigenlijk iets belangrijks zou moeten doen. Nee, ik ben gewoon een hele mooie video voor jullie aan het maken. Dus ja, ik doe het belangrijkste ook gewoon. Je hebt overal gezocht naar iets en kwam erachter dat je het, ja, het in je hand had. Zeker weten. Je stuurt mailtjes door omdat je bang bent dat we staat zal gebeuren als je dit niet doet. Nee, je maakt heel veel dingen kapot. Soms, zeg ik maar even. Je vrienden weten ze geen lange woorden moeten gebruiken in jouw bijzijn. Ja, dat weten ze. Je houdt je hoofd schuin als je in de war bent. Ja, dat doe ik ook. Je bent wel eens van je stoel gevallen. Nee, nog nooit. Ik hou van mijn stoel. Dit is echt een lekkere stoel. Als je in je bed ligt, probeer je figuurtjes te vinden in de textuur van het plafond. Ja, soms wel. Soms dan lig ik in mijn bed en dan denk ik van zo, even kijken. Want vroeger zag ik altijd van die zwarmdingen, weet je. Van die zwarmdingen die dan zo... En dat ging steeds ook naar me toe en zo. Was heel raar. Maar ja, dat is, ja. Je gebruikt het woord heel vaak zeker. Gaan we het verzenden? Je hebt niet alle vragen beantwoord. Die heb ik dus wel gedaan. Oh, deze. Zie je hoe dom ik ben? Je hebt je kleren wel eens achter de voren en binnenste buiten. Jazeker, mijn moeder die weet dat. Mijn moeder vindt dat superleuk. Hoe dom ben jij? Jouw uitkomst. Super snugger type 955 uitgekomen. Je bent een super snugger, zeg. Probeer af en toe even iets relax aan te doen. Ja, redelijk normaal. 22. Welke is deze? Deze is... je hebt een redelijk normaal... Je bent een redelijk normaal mensje. Maar je weet ook overal vanaf. Jezus, mensjes. Dat was toch leuk? Dat ik gewoon echt een type ben die dan, zeg maar... Ja, ik weet nu al wat ze eigenlijk zeiden. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit natuurlijk. Want ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie hem nou leuk vonden, doe dan dat duimpje omhoog. Laten we lekker voor de 20 duimpjes omhoog gaan. Want het motiveert me om nog zulke video's te maken. En abonneer op mijn kanaal als je meer wil zien van mij. Plaats een leuke reactie. Wat jij eigenlijk, ga dat ook spelen? En kijk wat jij gaat krijgen. En dat wil ik graag weten. En plaats dat even in de reacties. En leuke reacties, altijd leuk. Volg me even op social media, Instagram, Twitter. Daar zet ik allemaal dingen op. Allemaal shit, maar dat maakt niet uit. Doe het maar gewoon. En dan zie ik jullie bazen, zie ik weer. Later, met de pater, met de flater, met de stater. Doei.